Ik hoop dat iedereen oké is. Airbags zijn uit. Kijk dan. Oh, dat gaat wel pijn doen. Handen gespreid. Vanuit Italië, Italië, Forza Italië, dames en heren, kijk eens even, dat is nog eens lekker wakker geworden. Zo, de power zit er gelijk in. Hey, vertel even je nierstenen en aanbijenverhaal. Nee. Aanbijen niet, dat is heel gênant voor kijken. Nierstenen kan je vertellen? Ja, mijn nierstenen is echt, joh, je gaat door een hel. Ik zat op een gegeven moment in de bus naar Dalen toe. En op een gegeven moment kreeg ik pijn en ik denk, oh, ik moet poepen, dus ik naar de wc daar. Hoor. Ik drink nog een fles water en denk van, nou, pijn aan mijn buik. Ik kom in Dalen aan in een winkel van mij en ik op de pallets kotsen en ik denk, oh, kapot toch? Ik kom bij het ziekenhuis en zeggen ze, ah, je hebt waarschijnlijk nierstenen, dan krijg je morfine spuit. Ik denk, oh, zag je het echt zo gewoon gaan? Ja, dat bleek dus nierstenen te zijn. En hoeveel heb je eruit gepist? Echt gewoon drie van zulke stukjes. Dan heb je een grote pisbuis dus. Echt. Ja, je brood gewoon even kogels die eruit gaan. Ja, echt, het was echt een soort kristal. We gaan, yo! Oh, kom maar. Ja. Dus een soort kristalachtige. Was het Swarovski of? Koraalachtig. Koraal? Kijk maar eens. Dus er zat ook een visluchtje aan. Een vislucht. Alle auto's staan op het dak van de villa. Maar alle auto's gaan het dak van de villa verlaten. We gaan deze prachtige plek, het Comomeer, gaan we verlaten. We gaan door roadtrippen. Door Europa. Daar gaan we dan. Weer verder roadtrippen tussen de smalle straatjes in Italië. Zometeen weer bergweggetjes op. Hè? Heerlijk. Dan gaan we zometeen onze leuter uit het raam hangen en lekker achter heel veel. Dit is een bizar landschap. Kijk hoe bizar. Een beetje lastig eruit komen. Kijk wat een bizar landschap. Kijk wat. Ja, er ligt eeuwige sneeuw. Zieke, kijk die dam daar links. Wauw. Dat is echt een bizar landschap. Ik hou van natuur. Zo is natuur. Kijk, er zit allemaal een soort groene algen op de stenen. Een soort groene mos. Het zit overal. Dat is echt super vet. Heel veel motorrijders hier, kijk maar. Er komen allemaal lekker rijden hier zo. Ja, dat is fantastisch. Kijk dan. Eeuwige sneeuw. Met nu een klein beetje gele sneeuw ertussen. Lamborghini Automobili. Porsche op de stangjager. Dit noem je nog eens bergweggetjes, hè? Jezus Christus. Fantastico! Kijk die Porsche. Dat is een koude lijpe oldtimer, man. Kijk die man kijken in die Porsche, holy. Je trekt hem wel bij, hè, die Porsche. Ja, dames en heren, als je in de bergen rijdt, ga je van zon naar regen en blijkbaar ook naar sneeuw. Met de Lamborghini Automobili in de sneeuw, ja. Nu is je radiatori echt bevroren. Tramalanti, mijn radiatori van mijn motor is bevroren. Zo gast, weet je wat je daar zou kunnen doen? Nee, ik ga hem niet doen. Donuts. Donuts. Ik zou wel track hebben in een donut. Als je nou zo'n donut zou doen en het mislukt, dan ben je... De sigaar. Wel lekker, wel een dikke sigaar hoor. Lekker je longen verpauperen, heerlijk. Kijk eens even. Tantulijp! 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 Er is zo'n liedje die heet One More Time. One More Time. Ja, ik weet niet precies hoe die gaat. One more night. Ik zal hem opzetten, kan dat, mag dat niet. Ja, heel even kort. One more night.
baby, just one more night. Daar komt het dus van. One more night. En ineens, ik weet niet, ik liep de kut en ik zei voor de grap. Taan toe luip. Het voelt zeer niet leuk. En nu zitten we de hele tijd. Taan toe luip. Taan toe luip. Zo'n lange trip dan. Oh. Dan zie je de gekste dingen. Ja, we zijn nu 5 dagen aan het trippen. Echt aan het trippen, en, ja, aan het trippen. Vandaag hebben we onze mental breakdown, hè? Ja, ja. Ja, we zijn nu op het punt dat we gewoon van het focussen op de weg en constant rijden en zitten. We zijn heel even zat. En dan een minuut later denken we weer, kijk waar we in rijden. Ja. En we hebben het goed lijf. Oh, ja. Ja, dat is heel gevaarlijk nu met aquaplanning en het regent een beetje, dus we moeten wel een beetje voorzichtig doen. Ja, je glibbert nu, want vandaag hebben we niet heel mooi weer. De andere dagen hebben we echt kunnen super kunnen planken, man. Lekker lopen glijden. Ja, nu lopen we lekker te glijden, maar de afgelopen dagen hebben we fantastisch kunnen rijden. En we hebben echt geluk dat vroeger waren Lambo's echt verschrikkelijk om lang in te zitten, maar deze hebben best comfortabele stoelen. Ja. We krijgen geen houten reet, we zitten prima, net genoeg bijruimte en... Helemaal prima, maar we hebben gewoon even onze mental breakdown. Ziet, ik heb een leuk spel bedacht, hè? Luister dan. Ja. Ik neem een bekende persoon in mijn hoofd en ik geef jou maar 3 hints en dan moet jij die persoon raden. Ja? Makkie. Makkie? Oké. Het zweeft in de lucht, het heeft goede stembanden en het heeft lang haar. Welke celebrity is het? Celebrity. Hij heeft lang haar, vliegt in de lucht. Zei ik dat het hij was? Ja. Nee. Zij vliegt in de lucht. Mooiste, goede stembanden. Ja, ja, ja. Is toch een inkoppertje of niet? Ik heb eigenlijk alles overklapt. Ze vliegt in de lucht of ze is gewoon een soort grapje? Nee, ze vliegt in de lucht, ze hangt in de lucht. Ze zit in de lucht. En ze heeft goede stembanden. En deze lang haar. Gast, die moet je... Ze staat de hele tijd in de top 50. Het is een... Nee, het is geen planeet. Ik wou zeggen, het is een planeet. Is het een planeet? Weet ik niet. Het zweeft bij onze planeet. Een bekend persoon. Hashtag The Voice. Aan de hoek. Nee. Het zweeft niet leuk. Zou ik het maar zeggen? Ja. Maan. Ja, gast. Iedereen heeft deze geraden. 100.000%. Ik vliegt er niet in de lucht. De maan. Is dat helemaal? Nee, ja. Dat zit in de lucht, het vliegt, ja, het hangt in de lucht, nee. Het vliegt in de lucht. Nee, ja, nee, nee, nee. Maan, dat is als we over planeten of over... Ik zei nog, ik had het nog over planeten, ik zei het nog. Nee, ik zei, ja, het is geen planeet. En maan is toch geen planeet? Nee, maar ik denk, het is een asteroïde. Of nee, het is een brokstuk, weet ik veel. Ik heb mijn school niet afgemaakt. Nee, jij wel. Nee, jij ook niet. Nee, maar jij zegt vliegt in de lucht. Ja, het vliegt, het hangt in de lucht. Ik zei het op meerdere manieren. Toen zei ik nog, het is geen planeet, het hangt boven de aarde. Oké, genoeg gekibbeld, nu jij. Oh, wat is hier gebeurd, joh? Oh, jemig. Jezus. Dramalanti. Kijk. Je been mee ligt helemaal in de prak. Zie je, het gaat er eens langs. Ik hoop dat iedereen oké is. Airbags zijn uit. Kijk dan. Oh. Hele voorkant naar de kloot, hé. Oh, daar ligt allemaal puin. Oh, vrachtwagen inhalen, denk ik, zie je? Ai. Ik hoop dat iedereen oké is, man. Maar er was geen ambulance en er stonden mensen naast de auto, dus ik denk dat het goed zit. Oké, deze moet je raden. Oké. Hij heeft een brilletje op en heeft ons... Hij steunt ons in hart en nieren. Echt elke Nederlander. Mark Rutte? Ja. Lekker makkelijk ook trouwens. Ja, dat was echt een inkoppertje. Dat was echt een inkoppertje. Nou, we zijn bijna bij het hotel. Laten we eens even... Gaan kicken! We zijn bij het hotelletje. En ik heb mijn eigen kamer gekregen. Kijk eens even. Een lekkere Duitse zimmer, ja. Een echte Duitse zimmer. Plat. Strak. Beetje oud. Maar heerlijk. Nee hoor, maar maakt het helemaal niet uit hoe een hotelkamer eruit ziet. Als ik maar gewoon lekker kan editen. Mijn ding kan doen. Lekker kan slapen. Lekker kan douchen. Allemaal prima. Maakt me echt niet uit hoe het eruit ziet. Ik vind het echt wel heel lijp dat iedereen gewoon zijn eigen hotelkamer krijgt. We zijn met 16 of 18 man of zo. En iedereen krijgt gewoon zijn eigen hotelkamer. Dus dat is echt super relaxed. Sheet zit nu op zijn eigen hotelkamer. Die is zijn zwembroek aan het aantrekken. En dat ga ik ook even doen. En dan gaan we even heerlijk zwemmen. We hebben de hele dag gezeten. Dus we hebben een plakzak en een vieze stinkreet. Nee, we worden gelijk weer een beetje ranzig. Dus nee, ik ga lekker mijn zwembroek aantrekken. En dan gaan we lekker zwemmen. Ja, het is tijd om te zwemmen. Dit is het verwarmde buitenbad, dan kan je daar naar binnen zwemmen. En Sheet, als je gaat zwemmen,
Dan doe je normaal je zwembroek aan, hè? Wat vergeet je niet? Zijn zwembroek. Jezus. Het is ver lopen, hè, jouw kamer? Nee, het is misschien op 3 of 2. Dus ik ga even snel. Ik heb hele korte boxershoot en als je dan nog eens nat wordt, dan vallen er wat dingen onderuit. Hé, hey, Shahid, wat een mooie zwembroek. Wat een mooi... Hey, gooi je badjas in het water. Dan heb je een zwembadjas. Hey gast, als jij nou even mijn camera vasthoudt, hè? En ik klim op die stenen daar. Ja, dat is goed. Dan maak ik even een leuk sprongetje. Goed. Als ik plat op mijn buik op de mal spring, doe jij dat dan ook? Doe ik een shout-out naar jou. In mijn eigen vlog. Als ik dat doe, doe jij dat dan ook? Ja. Echt? Ja, echt. Maar dan moet je het echt doen, hè? Ja, want ik krijg nog een shout-out van jou. Ja. Jij wil toch een shout-out omdat je stoel hebt weggetrokken? Ja. Kijk, dat zag er zo uit. Daarom wil je shout-out, toch? Nee. Waarom dan? Kijk, weet je, dat is, ik heb 70.000 abonnees nou. Ja. En ik wil graag zo'n zilveren button, YouTube-button. Ja, play-button. Ja, playboy-button. Moet ik steeds naar links, omdat je de lens naar links doet? Oh ja, weet ik veel. Als jij het zo doet, krijg je van mij een shout-out. Tuurlijk, jongen. Oké, dus plat op mijn buik. Ja. Plat op die belly. Plat op die belly. Oh, dat is best wel hoog. Vanaf deze steen, ja? Ja, is goed. Komt-ie. Oh. Opa. Alles met mijn nek. Opa. Hoezo opa? Zag het de hout uit? Jij deed het niet goed, hoor. Fuck jou. Ja, je moet echt je handen en... Film het goed. Ja, je moet, kan hier niet tegen. Je moet echt je handen helemaal gespreid. Ben je gek? En je hoofd handen gespreid, ja. Doe ik ook. Oh, dat gaat wat pijn doen. Handen gespreid. Gast. Het is een druppel op de lens. Ah. Dit was niet goed ook, hoor. Hou je bek. Hey, shit, het ziet er misschien niet pijnlijk uit, maar... Ah, godverdomme, mijn camera. Kijk dan. En dan zeggen dat ik het niet goed doe. Het deed pijn, joh. Het is helemaal rood. Zie je hoe rood mijn buik is, hè? Ja, oké, je hebt gelijk. Ja, maar jij deed het niet goed. Jawel. Echt niet? Zeker. Echt niet? Zeker wel. Nee. Moet ik ook nog een keer doen? Doe nog een keer, dan krijg je er echt een shout-out. Ik ga wel iets meer afstand nemen nu, anders zit mijn hele camera onder de zak. Onder de waters. Het is wel een beetje eng, hoor. Nee, niet eng vingen, dus zie je het gewoon. Oké, die was wel goed. Oh, mijn head. Waarom doen we dit eigenlijk? Shahid is iets anders van plan voor een shout-out. Kijk maar even. Tijd voor een shout-out. Wat een schreeuwsel. Jongens, abonneer op Dutch Performante op YouTube. En op Instagram. Dutch Performaan. Hier zie je het linkje. In de beschrijving. In de beschrijving. Ja, goed, zie je. Zie je, hoeft eigenlijk helemaal niks te doen voor een shout-out, hoor. Alleen we lopen gewoon een beetje te kutten. We lopen elke dag te kutten. Dan kan ik elke dag wel een shout-out krijgen. Ja, we lopen elke dag te kutten. Kan niet elke dag een shout-out krijgen. Wat zeggen jullie van het kapsel van Don? Zal ik die er een keer afscheren? Of gaat hij dat zelf doen? Ik kan gewoon naar de kapper gaan, hoor. Prank. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Vandaag was een beetje een langdradig dagje. We hebben veel in de auto gezeten. Ik weet niet of ik het veel gefilmd heb, maar we hadden heel veel sneeuw, we hadden heel veel regen. Dus we hebben heel veel een beetje dood in de auto gezeten, maar voor de rest was het heel leuk. We hebben heel veel gelachen en ik hoop dat jullie meegelachen hebben. Net na het zwemmen hebben we even een hapje gegeten, cocktailtje gedaan. En ja, dat was het eigenlijk wel. Ondanks dat het een beetje een langdradig dagje was, heb ik er wel van genoten. En ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Hey iedereen, wat is het water lekker!